Zo zag de lucht er op verschillende plaatsen uit afgelopen nacht. Het ging flink tekeer, onder meer in Zuidoost-Drenthe. Ja, het ging echt heel hard vannacht. Ja. Het was ook constant weerlichten. Echt constant door. En gigantisch veel regen en heel harde wind. Echt heel harde wind. Vooral in Emmekom-Paskum was veel stormschade. De brandweer was vanaf 3 uur 's nachts tot vanmiddag druk bezig om afgewaaide takken en omgewaaide bomen op te ruimen. Aan het Oosterdiep belandde een boom op een boerderij. Wat om een uur of 3, denk ik. Toen zagen we de boom heel langzaam zo richting keuken komen. En eigenlijk schrokken we daar niet van. Het ging gewoon langzaam, maar ja, hij lag uiteindelijk wel op het dak. Op veel plaatsen zijn hele maisvelden omvergewaaid. Ook het verkeer ondervond veel hinder van het weer. Nou, vannacht om een uur of 2:15, toen belde onze dochter. Die was onderweg van Hogeveen naar Emmekom-Pas naar huis. Dat het bijna niet meer door dorst te rijden, omdat het zo slecht weer was onderweg. Naast Emmekom-Paskum kwamen ook stormschademeldingen uit Nieuw-Weerdingen en Coevoorde. Nou, dat ging best wat tekeer vandaag, inderdaad. Het was echt wel angstaanjagend een beetje. Voor zover bekend raakte niemand gewond tijdens het noodweer.